Een betere opening van de 10e editie van het Caribbean Sea Jazz Festival in Aruba had de organisatie niet kunnen krijgen. Caribo wist met de opzwepende Surinaams-Caribische ritmes alle bezoekers uit hun stoel te halen. In de eivolle Purple Room, een van de drie podia bij het Renaissance Festival Plaza, genoten de mensen van de verschillende optredens. U krijgt een verslag van de eerste dag van het Caribbean Sea Jazz Festival van onze collega's Rosita Leeflang en cameraman Revelino Chuntaksen. Op de achtergrond de soundcheck van Dom's de Funk uit New Orleans. Over een paar uurtjes gaat hier van start de 10e editie van Caribbean Sea Jazz Festival in Aruba. Met grote namen Cool and the Gang, Isaline Callister en Tony Soukar. En onze eigen jongens Caribo met Eetje en Stadwijk en Hartweer featuring en Mineral. Ik heb een vriend hier op Aruba. En hij had. Hij was ook je vriend, ik wist het niet. In elk geval, hij had een Kawina band en hij was al lang met die jongens bezig. En ik vond dat twee van die nummers zeker wat versterking nodig had. Dus ik belde Patrick op van: hey, wat dacht je ervan als ik die jongens gebruik? En hij heeft meegewerkt, hij heeft ervoor gezorgd dat die jongens de muziek hebben gehad. En uiteindelijk waren ze hier op stage. Ja. Je bent tevreden, want je lacht van oor tot oor. Ja, ik ben heel tevreden, heel tevreden. En the man. Ik kan winnen op Caribbean Sea Jazz. Denk je dat het nog door zou moeten gaan of Casico en Kawina? Nog meer jaren. Ja, waarom niet? Ik bedoel, het is muziek. You know, en ik bedoel, het is evenveel waardig als Latin jazz of als whatever, you know. Maar het is hoe je het presenteert. En right at the last moment and after an amazing show of the legendary Cool and the Gang, we get to ask two questions to Mr. Cool. After 50 years, how do you still do that? Well, you know, we keep the energy up, you know, and we get a crowd like here in Aruba tonight, it makes you keep the energy up, you know. We just try to do a good show. We love what we do, and that's what makes it happen. Amazing. Do you have a shout out for the people in Suriname? You have a lot of fans there. Do you want to tell them something? Suriname. Yes. Okay. I like to say to my fans in Suriname, just like Aruba, we will be there one day. And ladies, where'd you get your sexy? See you soon. Thank you very much and I wish you tons of success further with the music. Okay, thank you. Tot zover het verslag uit Aruba van Rosita Leeflang en Revelino Chuntaksen. Vandaag is de tweede en laatste dag van het festival. Onder meer zullen Tony Soukar en John Secada een ode brengen aan Michael Jackson. Ook de eerder dit jaar overleden Prince krijgt een ode, gebracht door de muziekgroep Jam, waarbij Etienne Stadwijk achter de toetsen zit.